Dan de mucoprin, de basismateriaal, het zwaardere materiaal, zeg maar, waarmee je een soort relining uitvoert van de prothese basis. Het aardige is dat je eigenlijk nooit ziet dat, mochten er nog eventuele hechtingen zijn bij de patiënt in de mond, dat de mucoprin daar omheen loopt en dan vervolgens de prothese er niet meer uitkrijgt. Dat komt altijd heel makkelijk los van een hechting. Die trek je ook meestal niet los. Verziekelingssilicone gaat aanbrengen, dan moet je gewoon het oppervlak van die prothese, als die uit de drukpot komt, moet je voorbereiden. Je moet dat echt goed droog hebben. Een beetje zandstralen kan nooit kwaad. En je moet dan ook de adhesief daarop aanbrengen. Dat moet op een droog, lichtruw oppervlak. Als je dat niet doet, maar gelijk die verziekelingssiliconen eigenlijk gebruikt om de oneffenheden in het basismateriaal van mucoprin daar glad mee te maken. En tegen de overgang van mucoprin naar harde kunststof aan die verziekelingssiliconen tegenaan ligt, dan gaat ook het verhaal op dat op een niet voorbereid oppervlak van kunststof de verziekelingssiliconen, die blijft daar net zo slecht op zitten als de andere mucoprin basismateriaal. Dat trek je zo weer los. Dus je moet dat oppervlak voorbereiden voordat je de mucoprin verziekelingssiliconen daarop aanbrengt. Ik heb hele goede ervaring om dat te stralen met een 120 mu straalmiddel. En dat mag zijn wat je wil. Als het maar geen glansparels zijn, dan wordt het alleen maar gladder. Het moet ruw zijn, het moet droog zijn en je moet het adhesief niet vergeten. Dus ik zou het iedereen aanraden om het wel in een drukpan te doen. Dat gaat echt beter. De patiëntengroep waar we het eigenlijk voor gebruiken zijn meestal edentate patiënten, pas geïmplanteerd. De inheelperiode van implantaten in de onderkaak is toch gauw 1 week of 6. Dan begin je aan het maken van die nieuwe prothese. Dat duurt ook nog een keer 1 week of 5 of zo voordat dat helemaal klaar is. Dus als bij elkaar 3 maanden, 4 maanden, soms moeten de patiënten overbruggen, 4 maanden in het geval van een bovenprothese. Als de prothese weggegooid kan worden, dat de mucoprin eigenlijk nog helemaal schoon is. Dat eigenlijk niks aan mijn keer had, nog eens de procedure gedaan kunnen doen. Het helpt de patiënten vooral. En je zorgt op deze manier dat ze sociaal kunnen blijven functioneren. En dat is gewoon belangrijk. Gelukkig.